Mijn naam is Koen en ik sta hier vandaag namens Dienst voor Dienst. Dienst voor Dienst is een online deeleconomie platform waarbij mensen hun diensten aan elkaar kunnen uitwisselen zonder dat ze hier geld voor hoeven te betalen. Allereerst de deeleconomie. PwC die heeft voorspeld dat de deeleconomie, de inkomsten daaruit de komende jaren per jaar met 30% zal stijgen. Van 4 miljard nu naar 83 miljard in 2025. De deeleconomie, ja, er zijn een hoop bedrijven die eigenlijk dagelijks in de media terug te zien zijn, zoals Snapcar, Airbnb en Peerb. We delen onze huizen, onze auto's en onze spullen. En Dienst voor Dienst gaat inspelen op de dienstensector. Nou, wat is het idee? Het idee is dat iedereen eigenlijk oud, jong, opgeleid of niet, altijd iets voor iemand anders kan betekenen. Sinds 2009 is het zo dat veel mensen iets minder te besteden hebben dan de tijd daarvoor vanwege de crisis. Maar via Dienst voor Dienst kun je dus ook gratis aan bepaalde diensten komen. Nou, hoe dat werkt, dat zie je hier achter mij. Als eerste kom je op de website en plaats je gratis een vrijblijvend je dienst. Dienstafnemers kunnen reageren op je dienst via de chatfunctie. Je kunt uren verdienen met de gegeven uren die jij aan andere mensen hebt gegeven. En die uren kun je weer uitbesteden bij mensen aan een dienst wat jij leuk vindt. Tot slot kun je een referentie schrijven. En om te laten weten wat jij van de persoon vond die de dienst voor jou heeft uitgevoerd. Vorige week hebben we te horen gekregen dat de Voedselbank Nederland ons wil helpen met het uitbreiden van onze community. Daarbij krijgen we toegang tot 88.000 klanten en 10.500 vrijwilligers. En dit opent natuurlijk ook deuren voor eventuele samenwerkingen met andere organisaties. Het verdienmodel, op het moment dat de community groot genoeg is, want dat is wat waar wij de komende jaar aan willen bouwen, is dat ZZP'ers en starters een vaste fee per maand betalen aan Dienst voor Dienst. En daarmee komen zij hoger in de zoekfuncties. Zo kunnen particulieren ook gelijk een keuze maken. Wil ik deze dienst laten uitvoeren door een particulier of door een professional? Het team, links, dat ben ik, Koen. Ik ben net afgestudeerd, HBO Communicatie in Leiden. In 2013 heb ik dit idee bedacht en samen met Maarten, investeerder van het eerste uur en eigenaar van Captain's Tubing en M&M verhuizingen, zijn we dit aangegaan. Waar zijn we naar op zoek? Even kijken als hij dat gaat doen nu. Daar is hij. Wat hebben wij nodig om het komende jaar verder te kunnen uitbreiden, de website te kunnen uitbreiden en de community op te bouwen, hebben wij €110.000 nodig. En dat gaan wij besteden aan research en development en marketing. Dank jullie wel. Nou, dankjewel Koen. Als eerste is het natuurlijk altijd het moeilijkst. Dus goed gedaan. Ja, okay. Dat is toch even spits afbijten. Wie heeft er een vraag voor Koen? Ja, ik begin even hier vooraan. Ik ben Jan van Berne. Is er al een platform of niet? Of ja, wat bedoel je met R&D? Dus dat is, research and development. En ik begrijp wat de afkorting betekent, maar... Ja. Ja. Nee, we hebben vorig jaar een pilot gedraaid. Twee weken tijd hebben daarmee 90 mensen meegedaan. En ik heb tijdens mijn scriptieperiode heb ik daar onderzoek naar kunnen doen. Wat we nou belangrijk vinden, wat ze echt daadwerkelijk terug willen zien in de website. En die informatie die heb ik gebruikt om de website te bouwen tot hoever die nu is. Hij staat dus al online. Hij staat niet online, er staat een firewall op, maar hij is klaar om gebruikt te worden. Maar het komende jaar willen we dus onderzoek doen naar vooral ZZP'ers en bedrijven, naar hoe wij zij hun het best kunnen bereiken om inderdaad mee te doen met ons verdienmodel. Is uw vraag zo beantwoord? Dienst voor dienst suggereert Nederlandse markt. Hoe kijk je internationaal? Zijn er ook competitors op internationaal gebied die hetzelfde doen? Nou, er zijn zeker competitors, maar wat uniek is bij dienst voor dienst is het urenuitwisselsysteem. Je hebt namelijk wel bedrijven die ook diensten aan elkaar aanbieden, maar daar krijgen mensen niks voor terug. En het is vooral bij die websites dat er heel veel gevraagd wordt, maar niks wordt aangeboden. En dienst voor dienst wil het juist een beetje omkeren. Internationaal gezien heb je Crocker. Crocker is vooral in België actief, maar nog niet in Nederland.
En daarom willen we nu eigenlijk zo snel mogelijk eigenlijk een beetje agressief uitbreiden, zodat wij de concurrentie in Nederland voor kunnen blijven. Dienst voor dienst is natuurlijk super Nederlands. Dus op het moment dat we gaan uitbreiden, dan gaan we inderdaad met een andere naam verder. Ik heb hier eerst nog een vraag. Ja, Koen, dankjewel voor de presentatie. Mijn naam is Tijn de Ruiter. Ik zit hier samen met het seniorennetwerk Noord-Holland van de VVD. We zijn heel geïnteresseerd in start-ups en dat soort zaken. Mm-hmm. En we vallen eigenlijk gelijk met onze neus in de boter. Omdat dit iets is wat wij heel erg toepasbaar zien voor senioren met name. Zeker. Dus mijn vraag is eigenlijk, zouden wij op een later moment nog eens om de tafel kunnen zitten om eens uit te diepen wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Heel graag. Ja, ik ben Ruud van Es en ik ben en investeerder en ook jurylid. En ik vind het een leuk idee. Mm-hmm. Wat ik nog niet helemaal voel is waarom een professionele dienstverlener dit zou doen. Omdat ik kijk de ZZP-markt, de meeste ZZP'ers, die willen gewoon geld verdienen. Ja, goed idee. Goeie vraag. Dus hoe zit dat in elkaar? Leg eens uit. Ja, nee, kijk, wat ons idee erachter is, op het moment dat inderdaad een ZZP'er of een starter een maandelijkse fee aan ons betaalt en daardoor hoger in de zoekfuncties komt. Op het moment dat zij dus een dienst aanbieden aan iemand, ik noem altijd even een voorbeeld, de schilder. Ik heb een schilder nodig en ik wil graag dat hij mijn hekje voor schildert. Nou, het is een klus van misschien 3, 4, 5 uur. Maar ik heb maar 1 uur om te besteden. Nou, dan kan dat 1 uur via dienst voor dienst. En zij kunnen onderling, samen kunnen zij gewoon een factuurtje uitwisselen. Dan heeft de particulier een uurtje korting. Maar voor die 25 euro die de schilder per maand aan dienst voor dienst betaalt, heeft hij wel een hele klus eruit kunnen slepen. En hij kan laten zien wat hij kan. Mensen kunnen recensies achterlaten. En daardoor kunnen mensen ook zien van dit is iemand die goed werk levert. Of niet? Dat moet je dan in je marketing en in je acquisitie wel goed uitleggen, dit. Ja, zeker waar. 3 minuten is alleen erg kort. Nee, ik zeg ook niet dat je het niet doet. Okay. Het is alleen een tip van... Ja, dank u wel. Bedankt voor de tip. Okay. Ik had een vergelijkbare vraag. Okay. Mag iemand anders vragen? Ja. Kun je nog iets meer aangeven over je verdienmodel en hoe zou een voedselbank binnen jullie doelgroep valt? Ja, het verdienmodel houdt dus in dat de mensen die dat willen en hoger in de zoekfuncties willen eindigen, die betalen dus een vaste fee aan dienst voor dienst. Dat is IP-based, dus op het moment dat ik in Haarlem zoek naar een schilder, dan komen eerst de 2, 3 schilders die bij mij in de buurt wonen, komen hoger in de zoekfuncties die dan betaald hebben. Wat betreft de voedselbank, er zijn een hele hoop mensen die eigenlijk noodgedwongen bij de voedselbank een pakket moeten afhalen. Een groot gedeelte hiervan zijn mensen met een mbo of hbo opleiding, maar die gewoon niet aan een baan komen. Op deze manier kunnen ze en enige vorm van luxe permitteren, die ze normaal niet kunnen betalen. En ze kunnen ook laten zien wat ze kunnen, om eventueel misschien bij iemand anders aan de bak te kunnen. En dat is de reden waarom de voedselbank voor ons eigenlijk best wel... goed aansluit bij ons. Ja. Mijn naam is Freek de Jong. Hoe werkt het fiscaal? Het is helemaal gesloten beurs, hè? Dat begrijp ik. Dus er is ook voor de twee partijen die geleverd hebben en ontvangen geen omzet. En zo werkt het? Of, Nou, klopt. Dat was het eerste. Mijn eerste vraag was van hoe denkt de Belastingdienst hierover? Dus wat ik heb gedaan, ik heb ze gelijk gebeld en een afspraak gemaakt. Ze zeiden, zolang je het een dienst noemt en er geen facturen rondgaan tussen die twee mensen, dan hoef je er ook geen belasting over te betalen. Mijn naam is Frits Muller en ik heb een vraag over de uren die mensen maken. Zijn die allemaal gelijkwaardig of heb je betere uren dan anderen? Nee, dat is een goede vraag. Wij gaan uit van het principe 60 minuten is net zo lang uw 60 minuten als mijn 60 minuten. Ongeacht opleiding of werkervaring. Daarom, het is zelf voor ook een groot gedeelte van de mensen denken van maar het is voor mij dan niet nuttig of handig. Of ik haal er voor mij doen niks uit. Maar op dat soort mensen gaan wij ons dan niet richten. Wij gaan echt op de mensen
richten die denken van oké, inderdaad, misschien kan ik iets voor iemand betekenen wat diegene normaal niet zou kunnen betalen. Maar inderdaad, een uur is een uur en je betaalt met tijd. Ja. Waar verwacht je de grootste doelgroep ook in? Waar we vooral, onze doelgroep, we gaan ons in het begin maar op één bepaalde doelgroep richten. Het is niet mogelijk, marketingtechnisch gezien, om op alles te richten. Dus we willen ons vooral nu richten op inderdaad de mensen van de voedselbank. Ook starters. En inderdaad senioren die misschien net met pensioen zijn. Maar ja, die hebben vaak ook nog heel veel kennis wat ze misschien over kunnen dragen aan de jongere generatie. Maar dat is ook dit jaar waar we naar willen kijken van wat is nou de beste doelgroep waar we op dit moment het meeste en zo snel mogelijk een community mee kunnen bouwen. Dankjewel. Hallo, mijn naam is René Verbrugge. Ik vind het een sympathieke idee. Ik vind nog steeds eigenlijk het verdienmodel een beetje moeilijk. Want in principe richt je op mensen die eigenlijk zonder cash transactie willen doen. Ja, klopt. En inderdaad, het verdienmodel is die groep die daar wel wat cash voor over heeft om op de zoekfuncties te komen. Ja, klopt. Ik weet niet helemaal hoe dat gaat werken, maar heb je ook nog een tweede verdienmodel of een derde verdienmodel in je hoofd die eventueel ook van dit platform gebruik kan maken? Mm-hmm. Ja, zeker. We willen ook partnerships aangaan, bijvoorbeeld met verzekeraars. Op het moment dat iemand dus een dienst afneemt wat misschien enig risico met zich meeneemt, dat mensen een dienstgarantie kunnen afsluiten. Voor een paar euro's, waar dan een kleine fee van naar dienst voor dienst gaat. Dit is dan wel allemaal toekomstmuziek, omdat we kunnen niet alles in één keer introduceren. En we willen dus het komende jaar echt gaan onderzoeken wat nou het beste werkt en hoe we waar alle partijen het meeste uithalen. Even kijken, waren hier nog twee vragen? Nou ja, wij vinden het ook een heel sympathiek idee. Mijn naam is Maya Funnekotte, VVD Noord-Holland, senioren. Het enige is een beetje concurrentiebeding, moet ik dan ook wel zeggen. Voor degenen die wel facturen schrijven, die zien jullie natuurlijk toch als een concurrent, denk ik. Klopt. En het tweede tip wat ik je misschien wil geven is de combinatie oud en jong. Wat met name in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Mm-hmm. Want wij doen al wel met heel veel jonge mensen hier in Heemstede wat. En dat werkt eigenlijk aan twee kanten wel. Dat de oudere mensen het leuk vinden dat er jonge mensen komen. Mm-hmm. En omgekeerd, de jonge mensen denken wat leuk, we worden wat rustiger van die oudere mensen. Ja. Die hebben al zoveel meegemaakt, die zijn niet gelijk in paniek. Zeker, ja. Ja, bedankt voor de tip ook. Oké, de laatste vraag. Of laatste twee. Had je ook een vraag? Nee. Ja, ik ben toch... Kijk even hierna en je denkt binnen 5 jaar een miljoen winst te kunnen binnenhalen. Ja. Dat is je de gedachte erachter. Goeie vraag. Wat voor marketingstrategie heb je? Want als ik die 25 euro die je als maandelijkse bijdrage vraagt, ik heb het niet even uitgerekend, maar dan kom je op een behoorlijk aantal deelnemers om na aftrek van kosten op die ongeveer 1 miljoen winst na 5 jaar te maken. Hoe denk je in godsnaam via goede marketingkanalen zoveel geïnteresseerden voor dit project binnen te halen? Ja, dat is een hele goede vraag. Het valt uiteindelijk best wel mee. We zijn uitgegaan van het eerste jaar community opbouwen. Dus dan is alles gratis. Het wordt ook interessant voor starters en zzp'ers om te betalen aan ons op het moment dat de community groot genoeg is. Daarna zijn we uitgegaan van een bepaalde wervingsprocedure dat wij per maand 100 nieuwe betalende leden werven. Afgezien van het feit dat die mensen ook weer afzeggen, maar gemiddeld iemand die blijft 4 jaar lang lid van iets waar hij voor betaalt. En de 10% waar we van uitgaan die via andere kanalen bij ons binnenkomen, waar we eigenlijk geen moeite voor hoeven te doen. Na 4 jaar werven hebben we dus 4800 leden. Wat dus ook lineair oploopt, want elke maand komt er dan 2500 euro binnen, tweede maand 5000, et cetera, et cetera. De miljoen waar u naar keek is dus inderdaad in je jaaromzet. Nou, ik wil een hartelijk applaus voor Koen vragen.